Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 LSPD Varamoor. En vandaag ga ik kapot met Wim. En met een collega die geloof ik hier boven mij is gespawnd. Ik dacht ineens van ja, laat ik weer eens met een collega doen. Vandaag met de Touran 2016. Ja, ik vind het de mooiste politieauto blijven buiten de Audi A6. Laten we daar wel ook even eerlijk over zijn. Dat is natuurlijk een super mooie wagen. Maar de Touran, hij blijft mooi. En als ik hem zo zie staan, ja, dan denk ik, ook al is het in een game, dan ja. Ik denk, dit... hier zou ik voor gaan als ik de keuze had tussen politieauto's. En dat heb ik in GTA gelukkig. Dus ik kies hier dan ook voor. Maar ik weet niet wat jullie voorkeur is. Ik zal binnenkort ook weer eens andere voertuigen pakken. Vandaag samen met Jonathan op pad richting of in de noodhulp. En kijken wat de dienst gaat brengen. Het is een beetje mistig, misschien nog wat ongevallen. We zijn ingemeld, voertuig is gecontroleerd. En klaar wat de dienst ons gaat brengen. Officers report a suspect on the run on Del Perro Freeway. En de eerste melding is er al meteen van een ontsnapte gevangene. Mogelijk op de snelweg. Dispatch, we got eyes, we're in pursuit. Nou, we hebben nog geen ogen, ja, dat rent gewoon. Ja. Dit is natuurlijk gevaarlijk. Hij blijft rennen, ja, dit kunnen we natuurlijk... Auw, rip hem. Nee, die auto wil ik niet. Shit, hij heeft een voertuig. Oké, dit gaat helemaal fout. Stap in, collega. Oké, collega, als je daar blijft staan, dan heb ik geen tijd voor jou. Oké, het wordt een solo noodhulpdienst. Nee, we pikken hem zo wel op je. Ik was een beetje in het kader van realisme aan het twijfelen. Ik denk van ja, je kunt niet maken om over die snelweg te gaan rennen. En ook niet er tegenin gaan rijden. Dus toen dacht ik van ja, ik wil weer terug de auto in. Ja, dan word je aangereden, hij remt door. En zo ben je en je collega kwijt en zit hij niet meer te voet, maar in een auto. Ook is Touran redelijk snel. Sneller dan een Mini Cooper die heeft gevangen of gepakt. Ja, daar gaat ons Touran. Nou ja, baas betaalt wel. Maar toch een eenheid bijvragen. Ik heb al vaker gezegd waarom ik niet direct honderden eenheden vraag. Omdat de game dan sneller gaat crashen. Motion 1 in route. Dispatch, we got eyes on the perp. Dispatch 1183, suspect vehicle involved. Ja, lekker gewerkt, Vito. Je ziet het gebeuren, hè. Voor de knalt wederom op een andere auto en nu op ons. En ook nog eens tegen een paal waar die eigenlijk doorheen ging in plaats van er tegen. Vito kiest weer de perfecte weg. Suspect exiting the freeway. Nee, niet exiting. Nou, laat hem maar. We zitten nu op de snelweg. Touran trouwens gemaakt door het ministerie van Mods en de Vito die daar even over de kop vliegt. Nou, net niet. Door Heumots. Mocht bij Heumots krijgen de Touran niet meer.
Nu weet ik wel dat ze geloof ik met een nieuwe Tyrant bezig zijn. En wellicht komt dat in de toekomst nog. Oeh, dit is heel krap. Oeh, ja, keurig. Ik kan niet goed zien of daar nou iemand in zit. Ik zie wel een kapot raam. Ja. Toch? Nou, raam is niet kapot. Hallo mevrouw. Blijf staan. Dispatch, suspect located. Moving to engage. Zo. Mijn collega is nog uitgerust met een taser. Ik moet trouwens even dit doen ondertussen. Hands up! Zo, dan heb ik ook mijn goede wapens. Hey, de achtervolging, ja, die heb ik moeten, of ja, moeten, die mijn game crashen. Dus daar kun je verder niks aan veranderen. Wat ik je wel kan zeggen is hoe het zou zijn afgelopen waarschijnlijk. Even haar uit de bug helpen. Zij is dood ineens, oké. Okay. Zo hard sloeg ik nou ook weer niet. Ja, wat wil mijn game crashen en ja, dan kun je er verder niks meer aan doen. Je kunt die achtervolging niet zomaar ineens weer... Wacht, wat heb ik gedaan? Een lijkschouwer, dat ja, ook goed, maar ik moest een takelaar hebben. Ja, hoe zou het geëindigd zijn? Die auto die was meerdere malen verongelukt al. Dus die, als je nog tegen een paar dingen knalde, ja, dan weet je wel dat... Tot hij niet meer lang ging rijden. Wij waren in dat opzicht sneller samen met de Vito. Als de Vito ook een beetje normaal reed. Uiteindelijk hadden we die echt wel weten te vangen. Hij was net ontsnapt uit een transportbusje van de politie op de snelweg. Dus ik vermoed niet dat hij wapens bij zich had. Dus daar was ook geen gekke schietpartij gekomen. Uiteraard wel de vuurwapens erop gericht. Het is een gevaar voor ons, maar ook voor anderen. En dat is een takelwagen. Nee, dus ik denk niet dat de achtervolging heel gek was geëindigd. Helaas kan ik niet niks aan doen dat mijn game crasht. Dat gebeurt wel eens. En de Tyrant is wel heel en we hebben weer een collega zoals jullie al weer zien. We have an 11351 in Strawberry. Verdacht voertuig, oftewel een verdachte situatie. Ik weet niet of die rijdt. Ja, nee, hij staat stil. Deze gaat er vandoor, maar daar hebben we nu geen tijd voor. We hebben een melding. Kijken hoor, of die nog steeds stil staat. Hij lijkt op de... Ja, hij lijkt wel stil te staan. Dankjewel. Hij is weg. Ah nee, hij is niet weg. Als we hier dan snelweg op moeten, ja. Hij staat op de afrit ofzo. Dat is in principe wel verdacht als een voertuig op de afrit stilstaat. Alleen dat kan ook gewoon betekenen dat hij pech heeft. Ik weet niet hoe ik nou met de fendoff moet werken, of ik de wielen
in deze richting moet zetten, zo. Maar als iemand dan om me knalt, nou, had ik hem verder terug moeten zetten. Of de andere kant, maar dan zet ik hem weer tegen de weg aan. Of dan rolt hij weer de weg op, dus ik laat hem even zo staan. En we gaan even kijken bij het voertuig. Dag, kan ik praten? Ik ga het volgende kenteken voor u aantrekken. 4, 6, echo, echo, kilo, 5, 7, 2. A possible stolen vehicle. Hallo meneer. Proceed with caution. Wat is er aan de hand? Je staat hier stil. Ja, omdat je stil staat op een afrit van een snelweg. Oké, het voertuig staat sowieso al gesignaleerd als gestolen. Dus... Nee, wow, niet end call. Stop, 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 stop. Wait up! Voordat je uitstapt. Wow. Stap het even uit. Hold up. Kom eens hier. Even helpen. Waar is chef? Jij bent aangehouden. You're under arrest, we gaan even uitzoeken. Wat er allemaal aan de hand is voor de straks gesignaleerd als gestolen. Niet op antwoord verplicht en een recht op een advocaat. De collega gaat hem even fouilleren. Ik ga een takenwagen voor deze Audi RS7 geloof ik. RS5. S5. Kan ook. Opvragen. Dan gaat hij met ons mee. Nou, niet echt mogelijk verdovende middel bij zich, maar voor de rest of verboden middel. Citizens reporting. Medical aid requested. Units respond code 3. Neem hem even mee naar het bureau. Waar die wordt voorgeleid aan de hulpofficier van justitie. These animals are fucking crazy. Zo, verdachte afgeleverd en ja, ik heb de, ja wat is het, mod zal ik hem even noemen, verwijderd waardoor de game meer auto's en personen inspant. Heel leuk tot het overdag drukker is en 's nachts bijna niemand op de weg rijdt, maar we have a wild animal on, ik merk gewoon dat als ik op bepaalde plekken kom, dat ik altijd crash en dat zijn vaak op drukke wegen, maar vooral op drukke kruispunten waar dus heel veel auto's worden gespand en ik denk eigenlijk dat daardoor mijn game sneller crasht. Ik kan gewoon de plekken aanwijzen, of kon, want nu heb ik het niet meer als het goed is, waar personen of waar mijn game crasht, omdat daar gewoon super veel auto's stonden te wachten voor elk verkeerslicht. Moet je nagaan tot hier 20 auto's stonden, tot daar 10 auto's stonden, daar nog eens 10 en daarachter nog eens 10. Ja, dat werd iets te veel voor mijn game en daardoor crash je die. Ik denk dat dat de voornamelijkste reden is. Dat er dus uitgehaald, weer een collega erbij, wederom een andere collega dan voorheen, maar nog steeds dezelfde win. En hopelijk nog wat leuke meldingen. We have a 415 in El Barro Heights. Units respond code 2. Steeds druk, zie ik. Hebben we een melding van een persoon die assistentie nodig heeft? Of die heeft dus, ja, naar mijn idee, dringend de politie nodig. Maar dat blijkt niet zo dringend te zijn als het een prior 2 is. Toch ga ik gebruik maken van mijn vrijstelling. En geen idee wat we daar... gaan aantreffen en waarom die persoon de politie nodig heeft.
denk dat dat rode voertuig verkeerd geparkeerd staat. Wat denken jullie? Dan valt het toch gewoon mee om met vrijstellingen naartoe te rijden. Goedendag meneer. Ja. Wie komt er aan? Oh, hij stond er, hij zat er gewoon in, joh. Ja. Rij even weg, joh. Even snel het kenteken, als er niks raars op staat, ja weet je, dan laat ik hem gewoon wegrijden. Dan is het probleem toch opgelost zonder iemand te bekeuren. Ik ga het volgende kenteken voor u natrekken. 4, 6, echo, echo, kilo, okay. 5, 7, 2. A traffic violation. A warrant issued. Ja. Proceed with caution. Ik wil niks meer zeggen. Mag ik even uitstappen? Hold up! Identiteitsbewijs van je zien. Kiplam! Thanks. Dankjewel. Henk Tank, ja dat is hem geloof ik, en die wordt nog gezocht. Ja, goed. Hey, jij bent aangehouden, je wordt nog gezocht door ons. Ik weet precies niet waarvoor, maar dat kunnen we wel even uitzoeken toch. Of ja, dat kan ik niet uitzoeken, maar dan wordt op het bureau wel allemaal uitgezocht. Voor nu gaat mijn collega hem, ik ga hem eerst even richting de Touran helpen. Of beter gezegd hier. Dan gaan we... Kom eens hier, wat ben je onrustig allemaal aan het doen? Ja. Ik wil dat jij hem fouilleert. Nou, weet je wat, blijf hier even staan. Mijn collega houdt hem in het oog. Ik zet die auto in ieder geval even aan de kant. Je ziet hier ook een rode streep waar je niet mag parkeren. En hier mag dat wel. Dus zo had hij het ook kunnen oplossen. Meneer, u kunt in ieder geval naar uw werk. Kom eens hier, wat, nou, hij blijft maar rondjes lopen en ik wil, nou, weet je wat, ik rond het eerst even snel met hem af. Ik kan er met hem praten. Ja, werk ze, de ballen. I don't get paid enough for this shit. Ja, fouilleer ik nog even. Een naald. Ik had hem moeten vragen of hij dingen bij had die hij niet bij mag hebben. Ook al kan hij geen antwoord geven. Door. Op mij. Hey, ik ga toch even transport in het vragen. Dan kunnen wij e-mail doen. On, Amarillo Vista. Ja, we gaan weer. Ren jij maar, ik loop wel. Of ik rij wel. Zij de volgende persoon die een voertuig heeft gejat. Lijkt aan te zijn gereden. Staan blijven. Nu is hij zeker wel dood, maar hij, waarom buggen ze zo? Hij loopt door, maar hij geeft zich toch over. Police! Stop whatever the hell you're doing! Snap je? En nu rent hij weer. Look at that. You made Touran, je had hem worden geschoten, vriend. Stoppen. Ja, maar waarom kan ik niks? Let me see those here. Maar hij blijft wel doorgaan. Snappen jullie het toch? Zo, opgelost. Attention all units, we have a traffic alert in Banning.
het helemaal. Dat is wat ver. All units, a possible burglary. Je mag wel prio 1 naartoe en dan laat ik zoveel mogelijk de sirenes uit, want we krijgen een melding van een inbraak heterdaad. Of in ieder geval een mogelijke inbraak. En ja, dan wilt elke agent er zo snel mogelijk naartoe, lijkt mij. Dus Wim ook. En dan gaan wij dan ook met wat snelheid naartoe. Blauw gaat aan, zodat mensen wel zien dat we haast hebben. Sirenes blijven uit, zodat de inbrekers niet horen dat wij eraan komen. Blauw gaat dan ook op tijd uit, zodat ze ons niet al zien aankomen. Niet alleen horen, maar ook zien natuurlijk. En als ze echt op de uitkijk staan, weet je, dan zie je ook een Touran of welke politieauto dan ook al heel snel of ver aankomen. Maar ik denk dat blauw is waar ze toch net iets meer opvallen dan, dan zonder blauwe zwaarlicht. Heel close. En alsnog knallig erop. Stuurfoutje. Bijna te plaatsen. Aan de kant. Politie! Kan er buiten met je handen omhoog? Staan blijven! LSPD! Don't make me shoot you! Stoppen! Handen omhoog! Ja. You little dick! Fijn, ik geloof je, hij schiet ook, hè. Hij pakt er weer iets. U kunt uw weg vervolgen. We are code 4. Er zijn geen eenheden meer nodig. Handen omhoog. Op je knieën zetten. Copy that, dispatch. We'll find those animals. Ja. Zo blijven zitten, geen rare dingen doen. You moron. Verder personen hier binnen. Nee. Wapens bergen. In de mate dat hij hier de inwoner of de bewoner is. Maar goed, daar kunnen we natuurlijk geen risico bij nemen. Oké, okay. Ga maar door. Go on. It's okay. You're coming. Ambulance. Assistance required in West Vinewood. Goed. En wat ik ga doen, ik laat het hier allemaal even netjes afgehandeld worden door de ambulance en ja, mijzelf, want ik was de eerste plaatsen, dus dan moet dat wel. Maar ik ga jullie alvast bedanken voor het kijken. Als je een leuke video vond, ik zie jullie graag over een paar dagen, een tijdje, weet ik veel wanneer, bij een nieuwe video. Tot dan, joejoe!